Er was altijd wel iets waar die op liep te vitten of waar die ruzie over wilde maken. Of... En wat voor soort dingen waren dat dan? Ja, echt de meest belachelijke dingen. Ik zal de alwas niet gedaan hebben. Of weer de verkeerde boodschap hebben gehaald, het verkeerde vlees in huis gehaald. Ja. Ik heb ooit een hele harde klap op mijn borstbeen gehad. Tegen de voordeur aan, dat hij met me wilde gooien. En dat hij uithaalde dat hij met volle vaart tegen mijn borstbeen aangestompt heeft. Een trap in mijn rug heb ik nog een keer gehad. Ik heb nog een keer een stalen neus naar me toe gegooid gekregen die ik heb willen afweren. Die vervolgens op mijn dijbeen terecht kwam, waarbij ik echt een vorm van een pannenkoek zwarte plek op mijn bovenbeen had, zeg maar. En toen zei hij, ja, het is maar goed dat ik ze niet aan mijn voeten heb. Nou, en 2 dagen later had hij ze dus wel aan. En toen heeft hij me ook nog wel een paar keer geschopt, ja. En er is ook een moment geweest dat ik naar de voordeur wilde lopen. En dat hij mij terug de gang introk en mij een gooi gaf door de hal heen. En zo kwaad werd en ik op wilde staan en ook heel kwaad werd en ben gaan schreeuwen. En toen heeft hij bij mijn nek beetgepakt, zeg maar, en me echt tegen de muur aangezet. En het enige wat ik me daar nog van herinner is dat ik ergens ben wakker geworden tussen de kast in de hal en de kapstok die er stond. Dat ik wel echt bewusteloos ben geweest ook op dat moment. Extreem geweld, hè? Ja. 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 En hoe vaak gebeurde dat? 2 keer in de week soms, 3 keer in de week. Ja. Waarom heb je het nooit verteld? Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Op dat moment ben ik gewoon in shock. En dan zegt hij een uur later dat hij er spijt van heeft en dan praten we erover. En... Maar ook niet later tegen me gezegd? Nee. Is het schaamte? Ook, denk ik. En angst. Nou, weet je hoeveel... Nee, maar weet je hoeveel angst hij mij ingeboezemd heeft door ooit... Als ik ooit ergens over zou praten, of ik zou toch niet geloofd worden. Of hij zou mijn familie iets aandoen. Nee, angst. Angst door zijn dreigementen. Ja. Weet je, ik heb oprecht geloofd toen hij mij als hij op dat moment dreigt met... ja, maar als je moeder oversteekt, ik rij er dood, dan heb je niemand meer. Nee. Nou, weet je, sla mij dan maar op mijn bek. Laat mijn moeder met rust. Laat mijn moeder hier buiten, want die kan er al helemaal niks aan doen. Hoe vaak ben je weggegaan bij hem? Een keer of 7, 8, denk ik wel. 7 of 8. En dat duurde altijd maar een week. En dan had hij me weer ergens gevonden en dan ging ik weer. Een beetje uit angst? Ja. En wat was de aanleiding voor jou om die eerste keer weg te gaan bij hem? Nou, omdat ik ook nog wel eens wat vriendinnen over de vloer had. En nou heb ik het gewoon onder mijn eigen ogen laten gebeuren... dat hij daar met een van die vriendinnen uiteindelijk vandoor is gegaan. Die is echt nog 8 maanden met hem geweest. Die woonde ineens in mijn huis. Weet je nog hoe je je toen voelde? Ik ben wel heel verdrietig geweest. Waarom het op deze manier moest? Waarom moet je er met mijn vriendin vandoor gaan? Maar goed, in de tijd dat hij met haar is geweest, belde hij mij ook 2 keer in de week. Want er was altijd gezeik. En hij kon blijkbaar niet alles met haar bespreken, dus deed hij dat met mij. En waarom stond je daarvoor open? Ja, geen idee. Ik heb daar nooit mijn vinger op kunnen leggen. Ik begrijp nu, als je er later over nadenkt, begrijp ik ook niet hoe ik dat gewoon weer heb kunnen laten gebeuren op dat moment. Hoopte je dat het goed zou komen tussen jullie? Ik hoopte gewoon echt dat hij zou veranderen en dat ik hem daarbij kon helpen. Dat heb ik wel altijd gehoopt, ja. Was hij jouw grote liefde? Ja, dat denk ik wel, ja. Mijn eerste echte grote liefde. Ja. Er is daarna ook nooit meer iemand geweest waar ik zo gek op ben geweest. Gewoon omdat ik me niet meer durf open te stellen daarvoor. Ja. Ja, vind ik lastig. Je ziet bij geweld en dit soort gewelddadige situaties die zo ernstig zijn... dat op het moment dat de relatie verbroken wordt, dat het eigenlijk niet stopt.
Hè, je ziet vaak dat de slachtoffers contact houden met de pleger, ook om een soort van grip te houden op de situatie. Hun brein verkeert eigenlijk in een soort van stresssituatie, overlevingssituatie nog steeds, waardoor ze eigenlijk ook geen oplossingen kunnen bedenken om er echt uit te stappen. En daarnaast leeft ook nog het gevoel dat er toch, dat zij voor die ander de allerbelangrijkste zijn. Het is eigenlijk van de hel in de hemel terechtkomen. Zij zijn hun wereld. En ergens leeft ook de angst, word ik ooit weer voor iemand zo speciaal en bijzonder? Wat is het ergste wat hij jou heeft aangedaan? Nou, er is wel een avond geweest, die staat bij mij wel op mijn netvlies, ja. Waren nog wel eens feestjes bij ons thuis. Ja, en blijkbaar heeft dat bij hem ook iets. Dat het of te druk is geweest of gewoon te veel mensen in zijn huis. En dat er bij hem ineens een knopje omging en dat hij dan ook tegen iedereen boos ging doen. En dan moest ook iedereen binnen een half uur weg zijn. Nou, mag jij 3 keer raaien wie dat dan gedaan had? Dat was natuurlijk allemaal mijn schuld. Een half uur later had ik een luchtbux op mijn voorhoofd. Of ik wel helemaal goed bij mijn hoofd was. En dat het allemaal mijn probleem was en dat ik het maar moest oplossen. En... op jouw hoofd gericht? Ja, op mijn gezicht gericht. Met metalen kogeltjes, als die op dat moment gevuurd had, had ik daar wel zeker wel schade aan ondervonden, ja. Dacht je echt dat hij zou gaan schieten daarmee? Op dat moment toen ik daar zat, dacht ik echt, ja, als hij nu schiet, is het klaar. Het enige wat ik daar hoopte is dat hij niet zou schieten. Ja. Hoi. Fijn dat je er bent vandaag. Ja, tuurlijk. Ik ben er blij mee. Ja, nou, het gaat wel. Het is wel een spannende dag, maar ik ben blij dat je mee wil. En dat je mee gaat en ook... misschien wel vandaag dingen te horen gaat krijgen die je niet wist. Of die jou misschien gaan raken. Ja. Zij wilde niet dat ik de confrontatie aan zou gaan. Ze wilde niet dat ik hem zou opzoeken. Ze wilde niet dat ik voor eigen rechten zou gaan spelen. Tenminste, dat zijn dan de verhalen die ik achteraf hoor. En dat begrijp ik ook wel. Maar ja, het doet wel pijn. Op het moment dat je hoort dat ze op het politiebureau zit... dat die pistool tegen haar hoofd gezet hebt, dan... ja... dan zat ik wel door de grond op dat moment. Ja, dat zijn wel... toch een moeilijke momenten geweest. Die ik totaal niet aan heb zien komen. Ik heb natuurlijk heel lang... hele moeilijke periode gehad. Mm-hmm. Dit gaat jou helpen, denk ik, om verder te gaan. Maar ik denk ook dat dit goed is voor mij. Ik wil er gewoon graag voor je zijn. Dank je wel. Ik ben echt heel trots op je dat je deze stap zet en durft te zetten. Ik ben ook trots op jou, ja, dat je er bent. Wel.